Zonnig welkom voor de F-35. De F-35 is de vijfde generatie fighter jet. Het hoeft voor mij niet. Ik denk voor allemaal niet. Dit is Vliegbasis Leeuwarden. Een van de twee luchtmachtbases in Nederland waar F-16 zijn gestationeerd. Maar de F-16 zijn niet langer meer de enige gevechtsvliegtuigen. Na heel lang debatteren en touwtrekken is de Joint Strike Fighter dan toch echt in aantocht. Op 31 oktober 2019 landt de eerste Joint Strike Fighter hier op vliegbasis Leeuwarden. In 1996 werd voor het eerst gesproken over de vervanger van de F-16. Er zijn ruim 5000 kamervragen gesteld over de Joint Strike Fighter. Zo wisten ze niet wat de totale kosten zouden zijn, of het daadwerkelijk ook nodig was. En kregen ze ook nog te horen dat de F-35 een softwareprobleem had. De F-35 Lightning II, ook wel de Joint Strike Fighter genoemd, is 15,6 meter lang, heeft een spanwijdte van 10 meter en is 5 meter hoog. Hij kan een snelheid van 1960 km per uur behalen. Hij weegt zonder bewapening ongeveer 10.000 kilo en met bewapening een maximaal gewicht van 22.000 kilo. De belangrijkste taak van de F-35 is het beschermen van Nederlandse luchtruim. De andere taken zijn het uitschakelen van doelwitten en informatie doorsturen van wat er op de grond plaatsvindt. Wat de F-35 beter maakt dan de F-16 is als volgt. Hij heeft stealth-eigenschappen zodat de F-35 niet te zien is op de radar. Sensoren zodat het doorgestuurd wordt naar de helm en daardoor kan de piloot zowel bij dag en in de nacht goed vliegen en heeft hij een zicht van 360 graden door zijn toestel heen. Ook heeft de F-35 betere waarschuwingssysteem die ervoor zorgen dat de piloot nog sneller de melding krijgt wanneer hij wordt aangevallen. De F-35 heeft ook zijn nadelen. Dit jaar heeft de Nederlandse F-35 wekenlang stilgestaan bij de luchtmachtdagen in Volkel. Het toestel had motorproblemen en kon niet terug naar zijn bestemming. De F-35 zou ook nog meer geluid moeten produceren dan de F-16. Wat vinden omwoners van de komst van het nieuwe toestel? Heeft u wel eens last van de F-16's? Ja, ik heb er inderdaad wel eens last van. Vooral als ik soms in de tuin zit of zo. En s'avonds, als het nachtvliegen is, met de televisie kijken, dan stoort het me wel eens. Nou, je woont hier langer, dus het vermindert wel. Je raakt eraan gewend. Je hebt kleine kinderen, dus die raken er ook aan gewend. Maar zelf, omdat ze s'avonds gaan vliegen, vaak, dan is het wel heel erg lastig. Dan komen ze niet echt in slaap. En het begint ook heel veel te trillen. Het huis begint ook te trillen en dan hoor je de glazen trillen en de kopjes in de kasten hoor je trillen. Dus dat is dan wel eens lastig. De laatste weken vinden wij dat het erger wordt. En hoe komt het straks met die anderen? Ik heb altijd hier in het dorp gewoond. Eerst buiten het dorp en toen we getrouwd zijn hier. En ik ben met die vliegtuigen groot geworden. Wat vindt u van de komst van de F-35? Een beetje zit ik een beetje dubbel in. En het is een mooi stukje werkgelegenheid hier. Maar ja, je keerde toch niet. Toen ik hier kwam wonen in 1982 was volgens mij nog de Starfighter. Nou, die had ook wel heel veel lawaai. Nou ja, de F-16 die kwam. Daar wen je aan. En ik denk dat we hier straks ook wel weer aan wennen. Dus ja. Ja, ik ben benieuwd wat voor vliegtuigen het zijn. Ik weet de geluidsoverlast niet. Ze hebben wel gemeten. Maar ik ben. Het zijn wel mooie vliegtuigen, maar voor de rest. Wat ze voor geluid hebben, dat weet ik niet. Dus dat moet de toekomst nog even laten zien. Het hoeft voor mij niet. Ik denk voor allemaal niet. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Ja, als ze moeten vervangen, dan moet er een ander toestel komen. En als dat F-35 is, ja goed, dan kun je weinig aan doen. Je moet een beter toestel hebben dan wat ze nu hebben. Weet je wat ik altijd zeg? Als ze overgaan en hoop lawaai hebben, dan zeggen ze pas op ons.
Moeten jullie als omwonenden ook aanpassingen doen voor de komst van de F-35? De aanpassing dat doet Defensie vaak. Ze hebben de vorige keer hebben ze de huizen al dubbel geïsoleerd. Dubbele thermopanen ramen erin. Maar wat ze nu gaan doen, dat weten ze zelf ook nog niet. Dat weten wij ook niet, want ze hebben wel gemeten, die geluidsmeting. Maar wat echt de gevolgen zijn voor de huizen, dat weten we niet. En dat weet Defensie ook niet. Dus daar komen we wel weer op een informatieavond, daar komen we wel weer op terug. Nu nog niet. We hebben dus 30 jaar terug, iets meer dan 30 jaar terug, hebben we allemaal dubbele ramen gekregen voor aanpassing. Nou, hoe het straks komt, nog niks over gehoord. In 2016 werd een belevingsvlucht georganiseerd, zodat iedereen in Nederland het geluid van de F-35 kon ervaren. In een verslag over geluidsmetingen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is op dit fietspad in Jelsum een meting gedaan bij het opstijgen van de F-16 en de F-35. De F-16 produceerde 112 decibel en de F-35 109 decibel geluid. Voor de rest zijn er nog weinig metingen over de geluiden van het Nederlandse F-35 te vinden. Graag wil ik in gesprek gaan met de vliegbasis Leeuwarden. Met de vraag wat zij van de F-35 vinden en of zij ook rekening houden met de omwonenden. Op het moment dat ik de vliegbasis benader op Twitter, komt er een account Geluidsmeetnet zich mengen in het gesprek met de mededeling dat ik kritisch moet zijn naar de vliegbasis. Als ik het Twitter-account bekijk, zie ik dat deze een uitgesproken mening geeft over de vliegbasis. Als ik vraag of deze anonieme persoon een interview met ons wil afleggen, krijg ik een onduidelijk antwoord en word ik een aantal keren genegeerd. Vervolgens ben ik geblokkeerd, maar als ik een week later weer kijk met een ander account, blijkt het Twitter-account verwijderd te zijn. Een ander Twitter-account, die tegen het geluidsmeetnet is, vertelt dat het een vrouw was die in de omgeving van de vliegbasis woont en valse informatie doorgeeft over de F-35 en vliegbasis Leeuwarden. In ieder geval heb ik een afspraak kunnen regelen met een luitenant-kolonel van hoofdvliegoperaties. Nou Ramon, ik ben Laurens-Jan Vijgen. Ik ben luitenant-kolonel vliegen hier op de vliegbasis en hoofdoperaties. Dus verantwoordelijk voor eigenlijk alle vliegbewerkingen op dit vliegveld. Wat vind je van de F-35? Ja, F-35 is een prachtig toestel. Ik heb dat toestel zelf een aantal jaren geleden voor het eerst mogen vliegen. In 2013 al. Dus eigenlijk ook voor de luchtmacht hebben we al 6 jaar lang zijn we eigenlijk bezig met het toestel, zijn we ervaring aan het opbouwen. En als vlieger kan ik alleen maar zeggen dat het een droom is die is uitgekomen. Zelfs nadat ik heel lang F-16 heb gevlogen en de overstap heb gemaakt. Oké. Moeten jullie aanpassingen doen voor de komst van de F-35 aan de basis? Ja, dat is een goede vraag. Want op zich, een vliegbasis bestaat natuurlijk uit allerlei gebouwen en infrastructuur en een startbaan en shelters, zoals we dat noemen, de gebouwen waar de vliegtuigen in geparkeerd staan. Ja. En dat was natuurlijk van tevoren wel de vraag, van in hoeverre past de F-35 gewoon fysiek in de hangars, in de shelters waar ze dan 's nachts geparkeerd staan. Maar er zijn ook nog een hoop andere dingen die hier op de basis aangepast moesten worden. Dat zijn de gebouwen waar mensen zijn gaan werken, IT-systemen, er zijn ook nieuwe computers die bij de F-35 horen. Dat is nu een groot mooi gebouw geworden waar ook ruimte is om met elkaar goed samen te kunnen werken. Want de oude shelters waren niet goed genoeg voor de F-35? Nou, de shelters op zich, daar past de F-35 wel in. Ja. Alleen is het bijvoorbeeld als je met een F-16 voor de shelter parkeerde en het vliegtuig uitzette aan het einde van de vlucht, en dan zat er een lierkabel in die de F-16 dan naar binnen kon trekken, naar achteren. Alleen dit toestel is een stukje zwaarder, dus bijvoorbeeld de lierinstallaties die in de shelter zaten, die zijn nog niet sterk genoeg om de F-35 naar binnen te trekken. Oké. Houden jullie rekening met omwoners? Ja, zeker. Dat is natuurlijk kenmerkend voor vliegbasis Leeuwarden. Het is niet dat in één keer de vliegbasis hier is ontstaan. Dus eigenlijk zolang er hier al gevlogen wordt, en dat is ver voor mijn tijd en ook voor jouw tijd, is er eigenlijk altijd wel contact geweest met de omgeving en met de omwonenden en altijd een gesprek gaande.
En ik kom oorspronkelijk bijvoorbeeld van vliegbasis Volkel. Ik heb ook een aantal jaren in Amerika gevlogen. Maar hier in Leeuwarden, in Friesland, is het altijd wel opvallend hoe dicht de dorpjes Marsum en Jelsum liggen aan het einde van de baan. En ja, daar moet je dus echt rekening mee houden. Dat doen we dus ook door in ieder geval afspraken te maken en die ook na te komen. En met elkaar te kijken hoe we al vliegend eigenlijk door het jaar heen gaan. En wat zijn een paar van die afspraken die jullie hebben gemaakt? Nou, de afspraken liggen vooral in de vertrekprocedures en de naderingsprocedures. Dus gewoon welke route je volgt om bij het vliegveld te komen. Soms is het vliegtuig heel zwaar. Zeker als behang is met bommen, dan moet je de naverbrander gebruiken. De grote vlam die er achteruit komt. Maar soms heb je de keuze, als het droog weer is en goed weer is, dan zou je ook met een wat zwaarder vliegtuig ervoor kunnen kiezen om niet die naverbrander te gebruiken. Dat lijkt dan dat je misschien minder lawaai produceert. Maar dat betekent ook dat je er langer over doet om uit te klimmen. En dan heb je bijvoorbeeld als je richting Marsum vliegt, dat je toch wat lager over dat dorp heen komt. Dus dat is altijd een balans die je moet vinden. Ja, jullie hadden het dus al over dat jullie bepaalde regels aan moeten houden. Ja. Welke klachten komen er alsnog bij jullie voornamelijk het meest binnen? Ik word natuurlijk wel door onze afdeling communicatie op de hoogte gehouden van wat er speelt. Of er veel klachten of weinig klachten zijn. Sterker nog, laatst kreeg ik een aantal complimentjes van mensen die vonden het toch maar wat fijn dat we weer aan het vliegen waren. En die vonden het juist ook heel mooi dat een oefening als de F-wit net gaande is, die is net afgerond. Ja. We zitten in de afrondende fase. Dus dat soort dingen die komen dan wel via het hoofdkwartier van de luchtmacht en de afdeling communicatie bij ons binnen. En daar praten we dan over. Wat zijn significante dingen of is er iets anders wat gaande is. We hadden ook omwonenden gevraagd van Jelsum en Marsum van hebben jullie nog een boodschap aan de vliegbasis. Er kwamen voornamelijk twee vragen weer aan te pas. Dat was, kunnen jullie minder vaak avond vliegen in de week? Ja, dat is een goede vraag en ook wel een begrijpelijke vraag. En het antwoord is eigenlijk heel simpel, is nee. We zoeken wel naar wat zijn dan mogelijkheden bijvoorbeeld om in het buitenland te trainen en te oefenen. Maar uiteindelijk is dat ook een vorm van het verleggen van een probleem. Want Nederlandse jachtvliegers moeten gewoon goed getraind zijn in zowel overdag als 's nachts kunnen vliegen. En daar hoort gewoon een trainingssysteem bij. En ik moet zeggen, in Nederland vind ik dat we het dan nog redelijk netjes beperken. Door in ieder geval niet om middernacht of zelfs 's morgens vroeg om 2 of 3 uur in de ochtend te vliegen. Dat doen we absoluut niet. Tenzij het absoluut noodzakelijk is voor zoiets als de QRA, als ze in noodgevallen moeten opstijgen. Maar in andere landen in Europa, maar zeker ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, ja, daar wordt soms ook echt midden in de nacht gevlogen. En dat doen we gelukkig niet. Dus we proberen het al zoveel mogelijk te beperken, maar we moeten vooral kijken, want dat is toch de opdracht die wij als militairen hebben, ook van onze regering, dat nachtvliegen toch wel degelijk uit te voeren en dan nog steeds zo goed mogelijk in overleg met de omgeving. Ja, en als ik dan kijk, zeg maar, naar, we hebben dus een meneer gesproken, die zei dus van dat zijn kinderen, zeg maar, rond 8:30, 9:00 ja. Is er dan bijvoorbeeld een mogelijkheid voor dat je bijvoorbeeld iets eerder binnenkomt, zeg maar, waardoor die kinderen bijvoorbeeld... Nou, het is een begrijpelijke vraag. En een van de, we zijn bijvoorbeeld nu, in deze periode richting de winter, beginnen we eigenlijk ook pas echt met het nachtvliegen, omdat het gewoon eerder donker wordt. Alleen een doelstelling van dat nachtvliegen is dat het natuurlijk wel donker moet zijn. Ja. Dus zomers heeft het bijna toegevoegde waarde om 10:00 s'avonds nog te gaan nachtvliegen. Dus dat doen we dan ook niet. Maar in de winterperiode doen we dat wel. En zoals in deze periode betekent dat we vaak, zoals het nu ook buiten is, met schemer voor het eerst gaan vliegen. En dan een tweede weef die we daar meestal achteraan laten volgen. Dan is het al donker. Dus op die manier zoeken we zoveel mogelijk de balans tussen nachtvliegen, voldoende kunnen nachtvliegen. Terwijl we rekening houden met de omgeving. Maar dat kan betekenen, en dat zijn soms ook de kinderen van onze eigen vliegers, die s'avonds om 8:00 of 9:00 naar bed moeten en dan toch nog steeds papa horen opstijgen. En dan denk je van, daar gaat papa weer. En ja, die liggen dan ook even wakker. Nog een vraag, Bas. Die kregen we voornamelijk in Marsum. Blijven jullie met de omwonenden in contact straks, ook als de F-35? Ja, zeker. Ja, daar gaat niets aan veranderen. We hebben, als ik het goed zeg, 2 keer per jaar een overleg met de COVM, dus de commissie van de omliggende, de belange verenigingen van de omwonende gemeentes van de vliegbasis Leeuwarden. En uiteindelijk in dat COVM, dan hebben we echt een bijeenkomst waar eigenlijk altijd de commandant van de vliegbasis, dus net boven mij,
die daar naartoe gaat, juist om het gesprek met de omwonenden aan te gaan. En ook ja, om gewoon open en eerlijk te kunnen communiceren van wat doen we nou eigenlijk als vliegbasis en waarom. Okay. Dus ja, dat blijven we ook met de F35 gewoon doen. Ja, duidelijk. Bedankt voor de tijd voor het interview. Graag gedaan, Ramon. Succes ermee. Hey, bedankt. Dag. De vliegbasis blijft dus het liefst met de omwonenden in contact. En dat is ook te zien. Een aantal jaren geleden waren er namelijk geen vaste vliegtijden en ook proberen ze met het landen en opstijgen de dorpen zoveel mogelijk te vermijden. Vandaag zijn we er vroeg bij, want vandaag is de komst van de F-35. Welkom op deze heel bijzondere dag. Het wordt een uiterst zonnig welkom voor de F-35. De JSF eindelijk thuis is in Leeuwarden. Wat ik ervan verwacht, ik hoop een mooie aankomst, een spectaculaire aankomst. Nou, ik denk niet dat de motoren veel luidruchtiger zullen zijn dan van de F-16. De F-35 is de vijfde generatie fighter jet. Na 23 jaar is de F-35 geland op Nederlandse bodem. Of de F-35 nu meer overlast gaat geven, moet nog blijken. Maar aan het geluid zou het niet moeten liggen volgens de metingen uit 2016.